Oké, okay, what just happened? Mijn SD-kaart is helemaal door de midden gescheurd. Check dit. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Wat is de datum vandaag? 6 oktober om precies te zijn. En ik ben net wakker en ik heb mezelf al klaargemaakt voor de dag. Aangezien ik zo meteen een video moet gaan opnemen. En die video die moet morgen online. Dus het is een beetje last minute. Maar goed, ik heb gelukkig vandaag alle tijd. Behalve dat ik zo meteen eerst betaling ga doen. Een klein beetje administratie. En dan moet ik nog boodschap in huis halen. Want er is echt niks meer. Ik heb gisteren en eergisteren ook niet kunnen koken. Omdat ik gewoon niks in huis had. En ik had het te druk om dus boodschappen te doen. Maar vandaag heb ik het iets rustiger. Dus ik dacht, nou dan ga ik gewoon straks in een uur tijd proberen. Om zoveel mogelijk in huis te halen. Zodat ik de rest van de week niet meer hoef na te denken over inkopen doen en zo. Dat is dus eigenlijk de bedoeling een beetje voor vandaag. Ik heb trouwens mijn make-up heel simpel gehouden vandaag. Ik heb mijn MAC Real Lip Liner en daaroverheen mijn kleine sexy lipstick van MAC ook. En voor de rest heb ik een klein beetje foundation op. Bronzer. Ik heb het geprobeerd met het contour kit van Anastasia die ik gisteren heb gekregen. Maar goed, het lukt mij nog niet zo goed als dat Alfredo het bij mij had gedaan. Maar we leren het wel. Ik ga gewoon van de week lekker de tijd ervoor nemen. En dan ook een video voor jullie opnemen hoe ik mijn gezicht contour en highlight en zo. Dus ja, houd het zeker even in de gaten. Goed, ik ga nu snel beginnen. Ik denk dat ik eerst een klein beetje administratie ga doen nu op de computer. En dat ik daarna dan gelijk boodschappen ga halen. Want dan heb ik dat maar alvast gehad. Boef, hij heeft zijn halsband zelf afgedaan. Ik heb geen idee hoe het hem is gelukt, maar we kwamen gisteren thuis en toen had hij hem niet meer om. En waar is de halsband? I have no idea. Het is gewoon weg. Het is gewoon helemaal weg. Dit is trouwens mijn outfit voor vandaag. Ik draag een blouseje, die is van de H&M. Die heb ik echt vorige week of zo gehaald daar. En het is een heel leuk bohemian-achtig blouseje met hier twee van die touwtjes en een mooi kantachtig stofje. En dan heb ik mijn broek aan, die is van, waar is die eigenlijk van? Official PLT, Pretty Little Thing is hij. En dan heb ik mijn Marc Jacobs horloge aan. En let niet op mijn hand, want hier zit allemaal Anastasia Dipbrow op. Ik had net mijn wenkbrauw ermee gedaan met die nieuwe Anastasia Dipbrow die ik heb gehaald bij Universal Beauty in Amsterdam. En deze kleur is echt veel beter voor mij. En Alfredo heeft ook gelijk mijn wenkbrauw dus geëpileerd. Dus het is ook veel strakker nu. En ik ben echt heel erg blij met het resultaat ervan. Maar goed, dit is dus mijn hele look voor vandaag. En achter mij ligt allemaal rommel. Dat ga ik straks ook opruimen. Hier ook een hele berg met was. Daar een berg met was. Dat gaan we allemaal lekker wegwerken vanmiddag. Ik heb trouwens vandaag deze parfum op. Deze is van Chloe. En dit is een nieuwe geur die ik heb gekregen van Dwayne een tijd terug. Hij was toen naar Milaan en had hij dat meegenomen als cadeau. En deze ruikt echt super lekker. Dit is een beetje mijn nieuwe favoriet geworden. Dus die draag ik vandaag. Hij ziet weer iets hoor. Hè? Kenzo. Hey, ik ben er net aangekomen bij de supermarkt en ik ga even boodschappen halen. En ik heb nog geen idee wat ik vanavond ga koken. Ik denk entrecote of zo met groenten en aardappeltjes, zoiets. Ik heb heel erg veel zin in vlees, aangezien ik de afgelopen dagen meer echt broodjes heb gegeten. Surinaams, McDonald's en dat soort dingen. En nu heb ik gewoon echt even zin in een lekker groot stuk vlees met groenten erbij. Oh, dus ik denk dat ik dat ga maken. Maar ik zie straks al in de Albert Heijn wat ik... nog kan vinden. Oké, okay, ribeye it is met lekkere asperges en daaronder heb ik nog aardappeltjes liggen. En nu ben ik nog even aan het kijken wat voor broodjes ik nog meer ga meenemen voor morgen. Het is altijd lastig kiezen. Ik ben alweer een tijdje thuis en ik zit nu achter de laptop even wat bestellingen te verwerken. Er waren vandaag weer veel orders binnengekomen, dus die moet ik dan nu gaan inpakken. En dan moet ik ze uitchecken in de computer en dan moeten ze verstuurd worden bij PostNL. En ik heb niemand gebeld om ze te halen, dus ik moet het wel zelf brengen. Ik denk dat ik dat morgenochtend ga doen, want ze sluiten om 6 uur. Dus dan kan je ook, tenminste ze sluiten niet om 6 uur, maar je kan tot 6 uur je post brengen. Dus ik denk dat ik dat dan morgenochtend doe, dan heb ik wat meer tijd. Dus dat is wat ik nu nog moet doen en dan ga ik zo meteen eten koken, want het is alweer 5:30 en ik heb ook best wel honger. En Dwayne is ook terug van werk, dus die zal ook wel trek hebben in een lekkere ribeye, wat ik dus straks ga maken. Trouwens, voor de meiden die mijn shop al hebben gezien, die weten dat ik ook een postbus heb. En ik had het nog niet eens aangegeven hier op mijn YouTube kanaal, maar ik heb dus een eigen postbus aan laten maken. En daar kun je dus ook post naartoe sturen, mocht je mij een keertje iets willen toesturen, dan weet je dat het op dit adres kan. Ik heb lekker kaarsjes aangestoken en het een beetje gezellig gemaakt in huis. En deze balletjes die eerst aan de spiegel hingen,
in de keuken. Die heb ik nu hier opgehangen aan deze lamp. Want deze lamp is kapot gegaan. Ik weet niet hoe dat komt. Ik denk dat Kenzo achter de bank, zeg maar, die snoertjes kapot heeft gebeten. Maar in plaats van deze lamp gebruik ik dus nu die kleine lampjes. En die heb ik een tijd terug gekocht bij Mode Must Haves. Ik weet niet of ze nog hebben, maar het heette Cotton Balls, geloof ik. Cotton Balls. Het ziet er zo uit. Het zijn van die kleine... ja, stoffige bolletjes. Zo, ik heb net even eten klaargemaakt. En we eten dus vandaag, zoals ik ook al in de auto zei, asperges met ribeye en aardappeltjes uit de oven. En daarnaast heb ik nog een klein beetje kruidenboter. En ik moet mijn mayonaise nog op mijn bord doen. Het spoort niet, dat gaat gewoon weg ook nog. Die Kenzo? Ja. Is hij weggelopen? Ja. Kijk, hoor dit niet. Het regent keihard. En Kenzo die wilde persen naar buiten en nu is hij er vandoor. Succes. Het is nu 10:30 en ik heb beneden alles afgesloten. En ik ga nu mijn make-up eraf halen en dan gaan we lekker slapen. Dwayne is ook net terug van trainen. Die gaat zich nu ook omkleden. En ja, dan kom ik straks wel even bij jullie terug als ik mijn make-up eraf heb gehaald. Of niet dan, Kenzo? Huh? Oké, okay, what just happened? Mijn SD-kaart is helemaal door de midden gescheurd. Check dit. En ik wilde mijn bestanden dus op de computer zetten om mijn video voor morgen te bewerken. Mijn normale woensdag tutorial. Maar deze is dus beschadigd en ik heb hem net in de computer gedaan. Dus gewoon zo, dat hij dicht zit. Maar hij leest de bestanden niet meer, dus alles is gewoon weg. Alles wat ik heb gefilmd vandaag is weg. Dus dat betekent dat er woensdag, dus deze woensdag, geen normale video online staat. Dus als jullie deze vlog zien, is het waarschijnlijk al een andere dag. Maar goed, dan weten jullie dus waarom dat zo is. En ik ga proberen om zo snel mogelijk dan weer de normale video op te nemen. Want ik moet dus nu opnieuw filmen. En ik heb deze week echt heel weinig tijd. Maar ik denk dat de normale video dan gewoon vrijdag online komt. Dus dan weten jullie dat alvast. Want deze is dus gewoon helemaal stuk. Die moet weggegooid worden. Heb ik weer hoor. Overkomt mij altijd, dat soort dingen. Ik lig nu lekker in bed. Ik heb net mijn tanden gepoetst en mijn gezicht gewassen en zo. En mijn pyjama aangetrokken. En nu gaan wij lekker slapen. Dus ik ga deze de vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie de video van vandaag leuk vonden. En tot morgen. Doei.